Volgens mij ben ik nog wel zo kwetsbaar dat één creeper genoeg is in deze moeilijkheidsgraad om je een ontiegelijke opdonder te verkopen. Maar goed, dat houdt het ook wel weer spannend. Oh, ik vind het toch al te makkelijk worden de laatste tijd, Minecraft, dus... Ja, totdat je een afleveringetje van een of andere nieuwe map, ik noem geen namen. Ja, nee, ik heb het over normaal Minecraft. Oh. Niet over, nou, niet over, niet over een of andere idiote bouw de kastelen zelf dan. Dat kasteel? Heb je wel gekeken vandaag? Oh, nou, dan zeg je. Je zegt toen, je maakt zo even. Achter. Ja, je loopt telom, je maakt zo eventjes een opmerking. Maar zowaar heb ik vandaag weer eens even. Of ik heb. Wanneer was dat vandaag? Gisteren. Weer eens even lekker aan dat kasteel zitten klussen. En ik had er nog lol in ook. Nou, het was meer zo'n gevalletje van, ik ga er gewoon heen, want anders gebeurt het toch niet. En toen ik er was, toen kwam het vanzelf een beetje. Langzaam hoor, het kwam wel. Het ligt hier echt voor het oprapen, joh. Je hoeft niet eens hoe noem je dat? Te strippen, mijnen. Het ligt hier zoveel aan de oppervlakte. Het wordt volgens mij hetzelfde verdeeld als op andere kaarten. Dus als dat je andere ertsen hebt. Ja, leuk. Ik heb als nu wel een partijtje ijzer erbij. Mooi. Ik snap niks van het hongergedoe. Ik heb nog steeds geen honger. Oh ja, je hebt natuurlijk. Oh nee, als je nog maar één bordje over hebt en je eet bijvoorbeeld een stukje biefstuk, wat je 3 bordjes oplevert, dan krijg je alsnog die 2 extra bordjes, ook al kun je het niet zien in de weergave. Oké. Okay. Dus dan kan het zijn dat je wat langer zonder honger zit, schijnt. Oh, dat heb ik me al eens afgevraagd. Daardoor is de ene keer duurt langer dan de andere keer. Dat heeft gewoon te maken met. Hoeveel had je toen je dat dingetje had? Ik heb het gevoel, trouwens Mark, dat bij dingen zoals Feed the Beast je nooit genoeg kool kunt hebben. Überhaupt nooit genoeg iets van nee, als je moet stoken. Maar dat heb ik gelezen met dat ijzeren fornuis, zeg maar. Daarom wil ik ook zo graag dat je ijzer meeneemt. Heb ik. Dan stook je efficiënter. Ik, prachtig. Ah, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Je hebt nu je waarde alweer in goud bewezen. Het is toch gewoon heerlijk dat ik bij wijze van spreken, weet je, zo'n ding als Feed the Beast kan doen. Met iemand die een soort wandelende wiki is, die je normaal altijd bij moet houden. Ja, gewoon een grote Google fan. Ja, mooi man. En mijn houweel is caduc. Dus van het ijs wat ik heb gepakt, zou ik graag zelf nog een stukje willen. Ja. Gaan we nog veel ijzend worden ook. Ja, het is eigenlijk van die andere spullen een houweel kunnen maken. Oh, ik had daar ook nog... Hey, van die andere, dat lijkt me niet te erg... Ik heb mijn kop stoot een paar keer. Boom, 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 boom. Ik denk dat het best nog wel eventjes gaat duren voordat we een of ander moderne apparaatje neer kunnen zetten. Goed, ik gooi alles in de kist. Boom, 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 boom. Boom. Zo. Ja, ik heb hier al om de hoek. Als je nou even met lood en tin. Ik zal wel even. Dat zie je zo wel gebeuren. IJzer. Oh, je hebt genoeg. IJzer. Aan. Hoeveel heb ik dan? 23. Oh ja, 23. Nou, top hè. Heb je al een overtje erbij of niet? Oh, zo. Goed bezig hier. Ja, maar kijk, dan maak ik gewoon per rijtje. Want ik heb inderdaad het idee dat je veel nodig hebt. Ik heb echt besloten dat ik gewoon 100% meega met wat jij zegt. Behalve als ik het er niet mee eens ben, dan protesteer ik even en dan ga ik alsnog mee met wat jij zegt waarschijnlijk. Dit heb ik ook even ergens afgekeken hoor. Ik heb 1 uitzending van... Jongen, hoe jij het doet, doe je het. Ik vind het prachtig. Wat is dit allemaal, jongen? Prachtig, wat is dit? Je kunt wel hele leuke dingen mee. Geen zin om dat nu uit te gaan zoeken. Nu is het zaak om zo snel mogelijk zoveel mogelijk zooi te krijgen. Zoals ik het nu in dat ding doe, zeg maar. Ik heb alle beef meegenomen trouwens. Beef? Biefstuk. Die heb ik nog niet. Ik heb nog geen koe geslagen. Hoe heet het spul? Gebarenvaartsfeest, dat spul. Als je nou even kijkt met ertsen, hoe dat nu in die kisten zit. Ja, ik zal zo even kijken. Wat is het voor getrappel hier buiten? Is dat buiten? Ja, hè? Wordt buiten flink wat afgetrappeld. Oké,
Oké, prima. Wat, ertsen? Oh, dat heb je zo gedaan, want dan stapelt het meteen goed. Ja, nee, slim. Slim, slim. Ertsen, ertsen. Oh, je verwacht nogal wat ertsen. Ja, en... ik ken iemand die loopt de hele tijd te roepen. Volgens mij moeten we heel veel van alles hebben voordat we wat kunnen. Nee, ik neem aan dat jij gewoon op een gegeven moment maakt wat je kunt maken van de spullen die er binnenkomen. Hoop ik. En dan kom ik boven en dan is het, oh, wat heb je nou weer voor moois? Nou, dat soort dingen. Net zoals net met die kisten. Ik vind die wel mooi. Ik kom boven en denk, oh, zo. Ben ik hier net weggegaan? Ik herken dat niet meer. Dat vind ik leuk. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst weer Minecraft speel. Dat vind ik ook erg leuk. Door al die nieuwe dingen. Ja, enorm. Enorm leuk. Dan had ik daar net ijzer. Maar dan ben ik weer langs gelopen. Nou, doe maar. Volgende keer. Deze breken we af. Was er hier nog wat? Ik heb niet echt een systeem. Dat merk ik. Ik was hier naar boven gegaan. Ondertussen hebben we een ijzeren fornuis. Ah, een ijzeren fornuis, ja? Wat doet het en wat is dat? Waarom is dat beter? Dat schijnt dat je dan in plaats van, zeg maar even, 8 dingetjes kan stoken met 1 blokje kool, dat je de 10 kan stoken met 1 blokje kool. Ah, efficiënt. Dus we moeten veel ijzeren fornuis hebben om al dat spullen op te smelten. Nou, is er weer een. Is er niet een. Snel trouwens. Is er niet een nieuw level voor wat betreft ijzer? Gaat het sneller? Is er niet een. Komt er na nog wat na het ijzeren fornuis? Een elektrisch fornuis. Ah. Een inductie fornuis, zie je? Zo cool. Je kan gewoon onderin, als je op E drukt, kan je onderin gewoon wat beginnen met intypen. Mark. Ik heb dat hele ravijn verkend, zeg maar. Ja. En ik kom uit in een ravijn wat daar, zeg maar, dwars op staat. Vind ik best leuk. En best gevaarlijk. Doe eens niet, je schiet er. Ai. Doe eens niet. Ik ga eens even kijken of ik met graan varkens kan pakken. Als dat namelijk kan, hebben we zo onze voedselvoorziening. Ik weet niet wat je voor varkens nodig hebt. Ja, in de nieuwe Minecraft een wortel. Oh. Maar ik heb het idee dat dit niet de nieuwste versie draait. Kom maar. Dan loopt hier onder een skelet en die heeft het op mij gemunt. Maar die is mooi dikke vette plek op mij. Oh ja, haha, mooi mis. Oh, shit. Dan moet ik toch naar mijn... Ja, doe eens niet. Waar is hij nou? Oh, zo. Hé, hey, joh. Wat? Hartstikke joh. Hartstikke idee. Nee. Ik zit op niveau 24. Dan heb ik ook het gevoel van, er komt er misschien wat leuks nieuw spul aan. Maar ik moet even kijken waar ik vandaan kwam. Want anders wordt het natuurlijk een ramp. Een ramp van grote omvang. Nou. Je moet even een paar zombies killen, want... Is dat weer zover? Nee. Oh, er is hier echt heel veel. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik ga maar beginnen bij waar ik vandaan kwam. En dan heb ik meteen een soort... Ik moet hier ook een manier... Even naar boven, kan ik het ook even bekijken? Of kan ik je vinden? Oh, je kunt me gewoon vinden hoor. Als je naar beneden loopt, dan heb je het ravijn waar we net stonden. En... En dat ravijn. Zit ik weer in een blok. Dat ravijn, als je dan gewoon doorloopt naar het einde, zeg maar, van dat ravijn. Dan loop je zo in een ander ravijn. Heb ik een zwaard nodig? Nee, nou. Ik hoop dat er licht genoeg is daar. Oh, dit is het ene ravijn naar het andere, joh. Wat gaaf. Waar kom ik er nou uit? Was dit het ravijn waar ik het net over had? Nee, dit is met lava. Hier, ik ben al verdwaald. Dit is één grote partij ravijnen. Ik ken iemand die doet altijd zijn fakkels rechts.
Ja, dat is diezelfde persoon die daar waarschijnlijk steeds te laat aan denkt. Ja, die dus. Als ik zo door dit ravijn loop, Die ken denk ik ik dat ook. inderdaad. Zal ik ze aan de linkerkant even wegslaan? Nou, doe maar. Ik hoop dat ik nu naar de uitgang aan het hakken ben. Ik zie hier niks vreemds, maar dat is waarschijnlijk omdat je goed je werk. Ik zie hier wel ijzers liggen. Ja, boven, ja, als het goed is bovenaan het ravijn, toch? Bij de uitgang. Ja, waar ik erin kom. Ja, die ja. Dat loop ik ook steeds langs, maar dan is mijn houweel steeds kapot. Vind ik het niet Dat. een beetje zonde? Ja, maar als ik eruit loop, dan zie ik het dus niet. Ik ben echt eventjes verdwaald. Nu al. Hier ben ik, achter je. Oh. Kom je er daar uit? Oh, jemmer, dan ben ik echt verdwaald. Oh, ik was hier aan de boven te graven. Ik dacht, ik ben er ergens boven uitgekomen. Dat was daar dus. Fijn. Dan ga ik eventjes. Zo, Bert. Nou ja, maar als je dus even doorloopt, Mark. Zal ik even wat neergooien daar aan blokjes? Kan ik erbij? Kan er net bij. Boom. Hier. Ja, als je naar nou doorloopt, dan zie je dat, dat het echt één grote partij ravijn is. Ik ben naar de boven gegaan, kun je het wel mooi zien. Oh ja. En hier dwars dus ook nog. Wacht even, ik zal dit eens even weghalen. Oh, daar ben ik naar boven gegaan. Ja, ik loop nu een beetje als een kip zonder kop. Kijk hier. Het is allemaal de ene naar de andere ravijn, joh. Een kruising van ravijnen. Nou, jongen. Ik kan mijn Mijn lol niet op. geluk kan niet op. Ik kan mijn lol niet op. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ja. Maar goed, hier is ijzer. Dat is even een belangrijk dingetje. Oh ja, hier. Ga. Hier. Wat. Cool. Bam. Zo, goed bezig geweest. Thank you. Heb je alweer wat blokjes of zo die ik mee naar boven kan nemen? Ja, wat wil je hebben? Ik heb hier zilver. Ik heb IJzer? hier ijzer. Paf. Ja, de rest mag je ook wel doen, maar. Ijzer, ja, goed. Ik heb van alles. Zilver, Dat kan ook koper, zo meteen. tin, Ik ga eerst zo meteen eens lood. even proberen kippen te zoeken of zo. Goed, wat was nou mijn idee? Ik kwam hier uit en volgens mij heb ik dit ravijn aardig verkend, dacht ik. Dacht ik. Tenminste de oppervlakte, hè. Eigenlijk moeten we hier ook gewoon spoorrails in zijn gaan doen. Kijk, er is natuurlijk nog wel een bovenlaag, die ook nog wel leuk is om te verkennen. Ja, laten we eerst het ravijn maar eens even zijn geheel doen. Waar kwam ik eruit? Waar jij eruit komt. Er staat daar zo'n poortje. Ik heb daar de benedenverdieping van het ravijn. Is in elk geval weer lekker gestript qua oppervlakte van de erts. Zo. Dan hebben we hier de bovenverdieping. Zo, dit meteen meenemen. Die wil ik niet smelten. Hoppakee. Nou moet je wel oppassen dat je de zilver niet weer telkens ijzer zilver gaat noemen, wat je in het begin al deed. Nee, maar dat had ik alleen maar toen ik heel veel Terraria zeg maar speelde in die tijd. Toen gooide ik dat allemaal door elkaar. Nu doet Mr. Meijer dat nog steeds. Die schijnt dat nog steeds verkeerd te noemen. Ik zal het ook wel weer gaan doen hoor, uiteindelijk. Maar met zoveel erstjes zal ik op een gegeven moment alles wat door elkaar gaan halen, denk ik. Hoppakee. Nou, wat hebben we hier? Echt heel veel verschillende dingen. Wat was dit ook alweer? IJzer, erts en tin. Leuk man. Komt alles rammelen hier beneden.
Maar ik heb inmiddels ijzeren schoenen aan. En ik vind hier weer van dat mooie paarse spul. Wat heet Appetite. Appetite. Ja. Krijg je trek van. Enkel. Nou, ik moet zeggen dat ik voor mij nog nooit na het starten van een nieuwe game in Minecraft al zoveel verschillende zooi gehad heb als nu. Nee. Ik geloof ook nooit dat je ooit een game in Minecraft hebt gespeeld waar zoveel verschillende zooi was als nu. Ja, nou ja, goed. Ik snap ook nog steeds niet wat het allemaal is, maar... Als je nou eens met een paar diamanten aan, man. Koper! Nou ja, dan zal ik toch een paar niveaus lager moeten. Kan ik nog als... Maar ik heb er wel, ik kan wel heel laag. Ik heb er wel zeg maar een flinke ding omlaag gezien, zeg maar. Ja, maar anders moeten we maar gewoon een keer gaan stripmijnen of zo, hoor. Dat kan ook. Maar ik bedoel, ja. We kunnen in ieder geval een plek waar we laag kunnen beginnen, zeg maar. Heb ik zolang het niet hoeft, doen we het niet. Maar... heb jij toevallig een houweel die je me even kunt, of één of twee houwelen? Het zou mooi zijn als ik even een paar heb. Die ik kan brengen. Wat is dit dan, joh? Kun je even naar mij toe lopen of zo, of naar elkaar toe moet lopen? Dit is olie of zo, lijkt wel. Ja, olie is er ook, ja, in het spel. We hebben een oliebron, man, vlak naast de deur liggen. Cool. Dat spuit eruit. Oh, als je... Kan je dat niet met een emmertje... Wacht eens. Zou je dat niet met een emmertje in zo'n fornuis kunnen gooien? Ja, misschien. Ik vind het een hele logische manier van denken. Zou je het moeten raffineren eerst? Cool. Twee ijzer. Eigenlijk moeten we nog meer hebben. Hebben we nog meer? IJzer, erts, ijzer, hier ijzer. Waar is al het ijzer gebleven? Ja, in mijn zwaard. In jouw zwaard? En in jouw pakje. Ja, maar moet je luisteren. Oh, daar komt er, oh wacht, daar komt het aan. En in die oven? Nou, dan heb ik in ieder geval één houweel. Het is niet veel, één houweel. Maar ik kan er wat mee. Dat is belangrijk. De rest, moet luisteren, de rest drop ik in de kist naast de, hoe noem je dat? De werkbank, want ik moet snel weer naar beneden. Ja, is goed. Want anders dan rent dat erts misschien weg. Dan kom wel weer terug. En dan kan ik het niet vinden. Nee joh, doe rustig je ding joh. Ik ben dan weer weg naar beneden. Probeer even een paar spinnen te zoeken daar beneden. Een of andere verlaten mijnschacht ofzo, dat we ook even bedden kunnen maken. Ja, ik ga wel even helemaal naar beneden. Ik zag daar iets... Ik heb alleen geen emmer. Dat is lastig, want met het water kun je natuurlijk vrij makkelijk naar beneden. Maar... Dan moet je nog één blokje ijzer pakken. Ja, nou nee, ja, goed. Hier. Wil je emmer? Zo, wat is dit? Hé joh. Nou, even schrikken hier. Dat is een zombie, die laat me toch schrikken? Hij laat dan meteen twee zombievlees vallen. Hoppakee. Nou, ik ga op weg. Ik heb daar namelijk iets gezien. Iets heel diep. Iets wat heel diep gaat. Met heel veel diepgang. Nee toch? Ja, met heel veel diepgang. Ik dacht dat jij daar niet zo van was. Ik ben niet zo van de diepgang, maar ik heb wel iets gevonden met dat erin. Even kijken hoor. Je wordt nog eens een verstandige jongen. Nou. ik dacht dat ik een manier had om naar beneden te gaan, maar volgens mij is dat gewoon de hard way. Oftewel, oh nee, zo ja. En dan, die kant op, dacht ik. Ik weet het ook eigenlijk niet meer. Er komt nu, can produce zoveel EU, zoveel euro. EU, zou het euro zijn? Nee, is geen euro. Ik gok. Energy. Energy units, denk ik, maar... Want planken kunnen 750 en stokken 250. Klinkt logisch. Oh, zo. Ik zie wat er ook weer een hutje. Oh, 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 oh. Doe eens niet. God man, ik schrik. Ouderwetse schrikreactie weer, joh. Ik mag alleen dat ik schrok van een creeper of een zombie, maar het is me toch al een paar keer achter elkaar gebeurd. Heerlijk. Heerlijk. Ik vind het vreselijk en heerlijk tegelijk. Ze laten zich zomaar vallen hier. Durven ze. Zo, wat is dit dan voor groen spel? Ik hoor een...
ik wel een spinnetje. Dit blok ken ik nog niet. Of is dit dan... Oh jee, dat kan ik niet oogsten met een stenen houweel. Oh, 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 dit ziet er gezellig uit. Ik ben op een soort van pleintje beland. Ziet er leuk uit. Hoppa. Ik ben op weg naar beneden, maar ik vind onderweg allemaal dingen die ik niet begrijp, dus dat neem ik lekker mee. Hoeveel blokken gaat water verder ook weer? 7? Nee, ik bedoel, als ik het plant. Ja. Als je water neerzet, weet ik... Hoeveel blokken? Dat heb je zelf in de laatste dingen geroepen. Ja, 7 dacht ik. Nee. Ik dacht het hoor. Ik pin me er niet op vast. Dit gaat naar beneden met behulp van water. Nou, dat... Er bestaat een kans dat ik aan het verdwalen ben. Joh. Maar ondertussen vind ik wel lekker wat. Oeh, ik moet ook even het eten trekken. IJzer. En dat is fijn. Zo. Dit had ik misschien beter even van tevoren kunnen... Ik vind dat zonder water weg te halen. Meestal kijk ik of ik het snel even zeg maar weg kan leiden, zodat het me niet in de weg zit, zeg maar. Oeh. Bijvoorbeeld, neem nou dit watertje. Dat komt hier zo mooi op de grond terecht. Maar wat nou als ik eventjes poef doe? Kijk, dan is het opgelost. En dan ben ik dus niet kwijt. Dan loopt het hier nog steeds mooi dit ravijn een beetje te pimpen, zeg maar. Vind ik altijd leuk, water in een ravijn. Als je het weghaalt, wordt het ineens zo kaal van. Maar nu loopt het nog steeds, alleen zit er niemand in de weg. En het is nog een makkelijke lift naar boven ook, mocht het een keer van toepassing zijn. Ik vind nu wel echt absurd veel ijzer, Erts. Ideaal. Maar dan kom ik het terugbrengen. Nou, als men al wil, zegt Poef. En dat zal vast niet lang duren, denk ik. Ik heb hier ook nog een paar blokken die je even weg moet halen. Als je zegt van dat moet nu gebeuren, kom ik eraan. Nee hoor. Als je zegt van dat kan straks ook, dan kom ik er niet aan. Ik werk er al omheen. Misschien ben ik er sneller dan je denkt, want ik zie alweer een creeper. Nou joh, alle mensen op het kanaal joh. Het lijkt allemaal stukken erger te zijn. Jij zet hem op hard. Nee, dat heb ik altijd. Kom op, hé. Kom op, hé. Ik bedoel, leuk zijn industriegebied maken, maar dat mag wel een beetje spannend zijn, hè? Ja, nee, ben ik ook wel met je eens. Hallo, jij hebt een pakje aan. Nou, ik heb anders vrij koude beentjes. Ah, hier kom ik naar beneden. Misschien moeten we ook even een i-thermostaat maken. Dit is niet gesponsord, toch? Nee hoor, die heb je van allerlei mensen. Oh, oké, okay, mooi. Al dat kool. Wat mot je ermee, wat mot je ermee. Goud, dat is wel mooi. Ja, kool heb je heel veel nodig hoor, denk ik. Dat dacht ik al. Tenminste, of die oliebron moet zo werken als het... Als jij hoopt dat het werkt. Als dat ik hoop dat het werkt. Ik ben nog bang dat we onder deze video's allemaal reacties krijgen die ik ook niet begrijp. Okay. Dan hoop je dat ik ze begrijp. Nou ja, dan hoop ik dat jij ze leest inderdaad. Oké. Ik heb me toch op een tijdje ijzer, jongen. Dan kun je een weeshuis van ijzervreters mee voeden voor een maand. Oeh. Wat was nou de plek waar ik dacht, hé, hier kan ik mooi naar beneden? Ik zag lava ergens. Is dat hier? Hier is wel lava. Wat is dit dan? Dit is weer goud. En dat mooie spul.
afgelopen tijd. Ja, hier moet ik even vanaf. Zo, ga eens uit. Goed zo. Krijg ik lekker een beetje XP van het hakken van dat erts. Is niet superveel, maar... Nou, hier gaan we straks wel eens kijken. Ook nog zo'n ravijn, hè? Alle mensen. Maar waar heb ik nou... Ik heb ergens een gat naar beneden gezien met lava onderin, dacht ik. Dat zoek ik even op, want hoe lager ik kom, hoe beter. Ik zit nu op niveau 23 nog steeds. En nog veel lager ben ik niet geweest. Misschien die kant op. Maar niet voordat ik dit meeneem. En dat kool. Ik hoor niet dat het heel belangrijk is. Dus dat neem ik ook maar mee. Ja. Ik weet ook niet. Nee joh, ik doe het allemaal. Hop. Ik ben weer een leveltje. Ik ben weer 5 levels omhoog. Ik krijg een mooi deuntje te horen. Daar ben ik vast niet geweest. Moet ik toch even kijken. Nou, ik... Oeh, zo. Dat was niet de afspraak, hé. Dat ook niet verder dan dat. Mooi. Mooi, mooi. Oeh. Oh jee. Tricky business. Hier zit een van de groen spulletje. Ik denk dat dat weer uranium is. En een zombie die een beetje in de waars. Het is bij mij echt gewoon van cruciaal belang dat ik mijn houweel, mijn schep, mijn zwaard allemaal onder dezelfde knop heb. Ik denk er niet eens meer over na. Ik zit altijd op dezelfde knoppen te douwen. Dat wil ik je wel vaker zeggen. Ja. Waarom doe je dat niet automatisch? Ja. Er begint wat orde in deze chaos te komen. Prettig. Hoppakee. Stel dat je zegt, goh, dat mijnen, dat vind ik toch maar een beetje saai. Nou, dikke vette pech gehad. Ik niet. Ik vind het hartstikke leuk. Heerlijk. Gewoon weer eens een beetje caven. En dan allerlei meuk vinden. Die je dan niet kent. Vind ik mooi. Ik zit op niveau 32. Nou, ik ga niet echt hard naar beneden, merk ik. Ja, als ik het gek zie, neem ik het mee. Ik heb straks wel leuke spullen voor je, denk ik. Ik weet niet wat je ermee kunt, maar... Ik ook niet. Ja. En heel veel ijzer. Ah, hier kan ik naar beneden. Heel diep naar beneden. Ik geloof dat ik hier geweest ben. Ik moet volgens mij eerst een machineblok eens proberen te maken. Ik kom toch eerst naar boven voordat ik hier naar beneden ga. Ik hoop dat ik het dan straks weer kan terugvinden. Wacht even, dit is min 40 plus 304. Daar zit ik op. Refined iron. Oké, dit klinkt zeer interessant. Geraffineerd ijzer. Zeg ik dat goed? Dat denk ik wel. Wat is dat, Mark? Jij weet dat. Ja... Oh, ijzer wat je nog weer een keer. Oh, oké. Okay. Nee, fijn. Bedankt dat ik leuk dat je dat even deelt ook. Gewoon. IJzer wat nog een keer de oven in is geweest. Ah. Dus dubbel verbrand ijzer. Oké. Dat heb ik nodig. Heb je al ijzer? Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik word weggedouwd. Ik word weggedouwd. Heel vaag. Dit is Rael.
Het lijkt alsof er een van mijn knoppen vast zit. Heb je gewoon biologisch meer? Nee. Maar toch, het lijkt er even op. Hoe kom ik hier nou uit? Oh, hier ben ik ook niet geweest. Oh, wacht even, dat is die, dat refijn, dan moet ik daar naartoe. Pak ons rechts, hè? Ik kom er wel. En dan moet ik hier ergens omhoog zien te komen. Ja, zo. Vaag. Dit is lastig. Hier verzinkt nog wel eens wat op. Daar moet ik naartoe. Ja, en dan hier. Juist, oké. Kon er wel. Ik moet de volgende keer even op stap gaan met meer dan één houwiel. Is toch prettig, denk ik. Die plek waar ik net was, ga ik nooit weer terugvinden, denk ik. Maar goed. Dat is wel een eindje uit de buurt, hè? Ik zei al 300 zoveel, maar dat is ook echt waar. Zo. Ik kom eraan, hoor, met de buit. Ik hoop dat je wat houwelen hebt voor me. Of kan dat niet? Ah, waarvan? Van steen? Ja, die heb ik wel. Nee, maar van ijzer niet? Ik heb geen ijzer. Je hebt geen ijzer, oké.